Dames en heren, hartelijk welkom al deze alweer 7e editie van Jazz in the Garden. En dat Jazz in the Garden werd ingeleid en ingespeeld door de Folk University Jazz Band, waarvan ik u graag even de muzikanten wil voorstellen. Dan begin ik met de leider van de band en tevens klarinetist Pieter de Graaf. Op trompet, Karel de Ruig. Trombone, Leendert van Blois. De second line. Kees Ruig, banjo. Maarten van de Meer op drums. En Ronald Wijnands, contrabas. Dames en heren, u luisterde en u gaat zo verder luisteren naar de Folk University Jazz Band. Maar daarvoor, nu kondig ik u onze president Co aan. Ik wil u allen hartelijk welkom heten hier. In het weliswaar wat winderige kloostertuin, maar de sfeer is goed als ik het zo bekijk en wordt steeds beter. Wij hopen u op een prettige manier bezig te houden met twee bands. De eerste heeft u al aangekondigd gehoord, maar ik zal het nog even noemen. Folks University Jazz Band. De namen zal ik niet herhalen, maar die zijn u al bekend. Wij doen dit niet zomaar, wij doen dit ten bate van een goed doel. En het doel is, zoals u al misschien gemerkt heeft, het Rode Kruis, afdeling Elburg-Oldebroek. Ze hebben het probleem, zoals vele zorginstellingen, om het zomaar te noemen, gebrek aan geld. En de bedoeling is dat wij dat voor een deel nu bijeenbrengen om hen in staat te stellen een rolstoelbus in dienst te houden. Wij hopen dat dat lukt. Ik zal niet verder praten, want daar ben ik niet zo'n ster in. Ik zou zeggen van geniet, praat met elkaar, drink wat en vooral veel fun. Dank u wel. Thank you.
my way, bring happy days to the lonely hearts that roam. And as they travel along those rivers of gray, they all unravel and bring you over to say, highway. Yeah.